Nu loopt hij opnemen. Ja, nu gaat hij knipperen daar. Hoe heet het nou praten? Evelien, en hoe was het voor jou om te werken met die 50 opvliegers per dag? Kun je me daar iets een inkijkje geven van hoe je dan je dag doorkomt? Ja, ja dat, nou, ik vond dat gewoon echt, ik vond dat echt een dilemma. Ik vond het eigenlijk vooral een dilemma, omdat ik gewoon merkte dat... ik merkte tijdens het werken en met die 50 opvliegers... dat het gewoon nog heel erg weinig werd geaccepteerd. Zeker van vrouwen. Ik had een leidinggevende functie. En ik zat dus overal met wappers te waaien, zeg maar. Maar nou ja, het leukste wat ik een voorbeeld kan wat ik kan geven is bijvoorbeeld dat ik in gesprek zat met een man. Een jonge man, zat ik in gesprek bij een bank. Heel belangrijk gesprek te voeren over geld. En ja. Ik kreeg een opvlieger. Ja. En ik voel dat zo langzaam meteen omhoog kruipen, zo naar mijn gezicht, zeg maar. En ik voel dat ik ga transpireren. Dus het begint een beetje zo hier onder mijn haar, zo. En dan, maar heel langzaam gaat dat, zakt dat naar beneden. En ik zie die jonge man zitten kijken met zo'n gezicht van, oh mijn god. Wat gebeurt er daar? Zo, en dat liep zo op mijn gezicht zo. En toen verzamelde zich hier zo'n beetje. En dat viel dus op de tafel. En ik zag hem kijken en hij keek eigenlijk met zo'n blik zo van met afgrijzen van wat laat je nou vallen, wat gebeurt er nou, het drukt iets. Speeksel. En ik zeg nog tegen hem, ik zei het is niet erg, ik zei ik ben in de overgang, ik zei het gaat vanzelf weer over, maar het was gewoon over, het was gewoon, dat gesprek was over, ik werd niet meer serieus genomen, ik kon echt gaan, ik heb hem nooit meer gesproken, ik heb hem nooit meer gezien. Dus dat is een van de tekenen, zeg maar, dat er... Dat soort dingen, dat je als je lichaam reageert, zeg maar binnen de overgang, binnen werk, dat ook een lastig iets is. Ja. Ik merk ook dat als ik met collega's praat, veel van mijn collega's die werken nog, zeg maar, als manager, die hebben daar ook moeite mee. Ja. Die hebben moeite met de uiterlijke verschijnselen van de overgang. Ja. En daar komt natuurlijk nog bij dat ik dan af en toe een paniekaanval kreeg midden in een vergadering. Ja, en dat is gewoon ook heel erg lastig. Hoe ziet dat eruit, een paniekaanval tijdens de vergadering? Ja, dat nou... Ja, ik probeerde heel erg op mijn ademhaling dan te letten. Dus ja. Ik dacht dan zo... Volgens mij zag ik zo uit ongeveer. Ja. Dus ik probeerde dat heel erg met mijn ademhaling te doen. En met mijn hart ging tekeer. En ik was natuurlijk afgeleid. En ik vond het moeilijk om dan echt aanwezig te zijn. En dus dat speelde gewoon ook een rol. Ik denk ook wel dat meespeelde in die tijd dat ik gewoon heel veel stress had. Ik had een leidinggevende positie. Ik had ontzettend veel stress. Dat was ook geen leuke klus die ik toen had. Nee. En, dat is een interim klus. Ja, een interim klus. Als ik het goed heb begrepen. Ja. Ja. Dus het was gewoon lastig. Er werd veel van me gevraagd. En dan als je lichaam dan in de overgang is, zeg maar. Dan worden ook dingen die je normaal gesproken wel met gemak kan. Worden gewoon lastiger. Ja. Het wordt moeilijker. Niet voor iedereen, maar voor mij wel. Voor jou werd het lastiger. Hey, ja. En als je nou nu terugkijkend, hè, de vrouwen die aan het kijken zijn, en die vinden dit natuurlijk niet echt een opbeurend verhaal, zo van ja, leuk die overgang. maar zou je ze een tip kunnen geven? Zeg maar jouw supertip van, kijk, als je dit nou overkomt, en als ik het over had kunnen doen, dan zou ik het zo hebben gedaan. Ja, voor mij is het heel erg, kijk, voor mij heeft de overgang heel veel gebracht, ook ten aanzien van werk. Want wat heeft het gedaan? Ik heb geen quick fix, dat heb ik gewoon niet, want ik vond het gewoon ontzettend lastig. Ja. Maar wat het me wel heeft gebracht is dat het tijdens de overgang ben ik gewoon veel dichter bij mezelf gekomen. Veel dichter als mens, maar ook als manager, bij mijn eigen stuk gekomen, bij mijn eigen hart gekomen, bij mijn eigen gevoel gekomen. Ja. En dat heeft me gewoon heel veel gebracht. Ja. En als ik nu terugkijk, dan dacht ik in die tijd dat ik echt nog interimmer was... ik deed zeg maar wat er gevraagd werd en ik deed dat toch al, denk ik ook wel op een mannelijke manier. Ik denk dat ik weinig contact had met mijn vrouw zijn. Mm-hmm. En ik denk dat de overgang me dat heel erg heeft gebracht. Het heeft me heel erg gebracht in contact met mijn vrouw zijn. En dat heeft me gewoon verrijkt. Yeah. Ook uiteindelijk op het werk. Ja, nee, dat snap ik heel goed zelfs. Ik denk dat dat ook misschien wel een van de grote... verdiensten is inderdaad van de overgang, hè? Dat je dichter bij jezelf komt. Precies. En ik denk voor elke vrouw, zeg maar, dat het gewoon heel erg belangrijk is als je een high strong positie hebt, waar veel van je gevraagd wordt, dat je veel gaat doen aan stressmanagement. Ja. Toch? Ja, dat is absoluut waar. En daarom zou ik ook heel graag mijn boek aanbevelen. Gelukkig heb ik die niet bij me, maar ik
zorg dat er na afloop een beeld komt van mijn boek. En daarin geef ik ook heel veel tips over hoe je je stress kunt managen tijdens de overgang. En hoe je kunt blijven functioneren en zelfs excelleren tijdens de overgang en werk. Precies. Want het kan wel als je maar weet wat je moet doen. Want you electrify and rock you. Does she inject you, seduce you and affect you like the way I do.